Het begint me steeds duidelijker te worden dat modellen onmisbaar zijn om globale voorspellingen te kunnen doen over wat de toekomst brengt. Maar daarmee weet ik nog niet of ik nu een huis moet kopen of misschien nog een paar jaartjes moet wachten. Ik lees zo verschrikkelijk veel voorspellingen, maar nu is eigenlijk de vraag, wat moet ik daar uiteindelijk mee? Als je leest over voorspellingen, dan gaat het eigenlijk per definitie over de hele economie. En wat je daarmee moet? Nou, heel erg weinig. Jij bent namelijk niet de economie. Daarom staan we hier ook op het strand, wat een mooie vergelijking is. Hè? Je ziet hier het strand. Het is allemaal egaal, bruinig, beige kleur. Nou, hier zien we dat zand. Hè? Het is allemaal hetzelfde. Als je dat onder de microscoop legt, wat zie je dan? Elke korrel is compleet verschillend qua kleur, qua materiaal, qua ontstaanswijze, qua grootte. En dat kun je zien eigenlijk als individuen, als de individuele burgers. Die zijn ook allemaal verschillend. En als het om economie gaat, zijn ze allemaal verschillend qua inkomen, qua vermogen, qua risico dat ze lopen, qua wensen die ze hebben en doelen. Dus om terug te komen op die voorspellingen, niets met algemene voorspellingen doen. Voor jezelf als individu heb je daar niks aan. Maar wat kan ik dan wel doen? Want ja, je moet je toch voorbereiden op je toekomst. Nou, dat is tuurlijk wat je wel kunt doen als individu, als je je financieel wilt voorbereiden op je toekomst. Allerbelangrijkste, kijk wat je risico's zijn. Je hoeft helemaal niet te lezen van, oh, wat gaat er met de huizenprijzen of beleggingen gebeuren. Het gaat erom, kun jij dat huis goed betalen? Ook in de toekomst, als je een tegenvaller hebt. En je hoeft dan verder, als dat het geval is, dan hoef je eigenlijk helemaal niet zo naar de markt te kijken. Want als je het specifiek hebt over die huizenmarkt, dat is nou bij uitstek iets waar ik heel veel voorspellingen over lees. En ja, het beïnvloedt me toch ook wel. Want als ik denk, nou, die huizenprijzen gaan kelderen, dan denk ik, nou, misschien moet ik dan toch nog even wachten. Ja, we zijn eigenlijk allemaal calculerende burgers geworden. Individuen zijn de afgelopen, zeg maar, 30 jaar steeds meer gaan doen alsof ze een soort bedrijven zijn. En ook allemaal winst moeten maken. Met hun huis, met beleggingen, met alle beslissingen die ze nemen. Ik vind dat een heel verkeerd uitgangspunt waar ook heel veel ongelukken mee gebeuren. Bijvoorbeeld met beleggingen, dat mensen geld kwijtraken. Dus ik zeg als individu, je bent geen bedrijf, zo moet je niet denken. Je moet voor jezelf bepalen, wat vind ik nou eigenlijk echt zelf belangrijk in het leven? En binnen dat wat jij echt als individu heel belangrijk vindt, daarbinnen maak je jouw financiële keuzes. Precies, dus ik maak eigenlijk mijn eigen beleid en daar heb ik helemaal geen voorspellingen bij nodig. Heel verstandig, dat moet je doen. Ja.